Mijn naam is Tamara Weijer, ik ben huisarts en deze maand de chef in de boekspotlight met mijn boek Eet Beter in 28 dagen. Oeh, mijn lievelingsgroente. Ja, ik hou eigenlijk heel erg van groenten, dus ik heb niet echt één specifieke lievelingsgroente. Vooral aubergine, courgette, paprika zijn ik wel de toppers. In mijn keukenkastje staan altijd gember, knoflook, ei, verse kruiden. Die zouden eigenlijk in geen enkel keukenkastje mogen ontbreken. Mijn lievelingsboek is De Alchemist. Het liefst drink ik water, thee en af en toe een glaasje wijn. Mijn guilty pleasure is chips. Niet heel erg gezond, maar wel verschrikkelijk lekker. Mijn favoriete tool in de keuken is de Spirelli. Het is een soort puntenslijper waarmee je met courgette pasta slierten maakt, een paar minuutjes bakken en je hebt een heerlijke vervanger voor pasta. Mijn lievelingsfilm is Love Actually. Gewoon lekker romantisch, niet te moeilijk en gewoon met een happy end. Ik eet eigenlijk bijna nooit taart. Dus ook geen appeltaart met slagroom. Ik ben veel meer van de hartige chips, nootjes dan echt van de taart. Ik hou ook ontzettend van fruit, maar ik denk mijn lievelingsfruit is toch nog wel gewoon de appel, Elstar appels. Gewoon lekker. Ik maak het vaakste granola. Eigenlijk elke week wel, maar dat komt ook. Ja, ik ben er zelf heel gek op, maar ook vooral ook mijn man is er ontzettend gek op. Dus die mag eigenlijk elke week niet ontbreken.